Stel, u heeft een drukke baan, een klein kindje en een hond. Als u naar het werk gaat, gaat uw kindje naar de crèche en uw hond blijft alleen thuis. Maar aan deze lange, eenzame dagen voor de hond komt nu een eind. Want Hoofddorp heeft de hondenopvang. Wat houdt de dagopvang precies in? Dagopvang is eigenlijk voor de mensen die werken en dan graag de hond kwijt willen, van dat ze niet alleen thuis zouden zijn. Is het dat vanaf 8 uur 's ochtends kun je de hond brengen. En dan, zoals je hierachter ziet, zijn ze dan van 's ochtends van 9 tot half 12 lekker op het veld. 'S Middags krijgen ze eten en van 1 tot 4 staan ze weer op het veld. Dus ze zijn de hele dag lekker onder de andere honden bezig en niet thuis. Waar komt het initiatief vandaan? We hadden deze kennels eerst voor iets anders in gebruik. Dat is jammer genoeg niet doorgegaan. En we konden er wel weer pensioenhokken van maken. Maar er was heel veel vraag naar dagopvang. Dus we dachten, wat is makkelijker? Of je gaat voor pensioen kiezen of je doet voor dagopvang. Waardoor je dus eigenlijk ook weer andere mensen weer erbij helpt. Hoeveel honden hebben jullie nu lopen? Op dit moment hebben we 8 honden. En eigenlijk het drukste is op het dinsdag en op de donderdag. Dan hebben we de meeste honden hier zitten. En zijn het voornamelijk inderdaad mensen die naar hun werk toe gaan? Ja, mensen alleen of wel met een gezin, maar gewoon allebei werkend en dan de hond hier naartoe brengen. Kan ik ook andere dieren brengen? Een hamster of een kat? In combinatie met een hond of een kat. Dan mag de hamster mee, het konijn, de papegaai, alles wat er ook bij in huis woont, dat mag mee. Wat kost het nou om het hond te brengen? Verschillend. Kleine hondjes beginnen bij 11,25 en voor de allergrootste hond is het 14,25 per dag. En voor dagopvang, dat is wat pensioenkost, dagopvang is 10 euro per dag. En breng je 5 dagen in de week je hond, zou het 8 euro per dag worden. Hoe zit het met, misschien een rare vraag, maar met verzekeringen? Je past op een andere hond van iemand anders? Je moet een pensioenovereenkomst tekenen en daar gaat het. Er staat eigenlijk in van de hond is gewoon van u. Hij komt hier op uw eigen verantwoording. Stel er zou wat misgaan of hij wordt ziek en moet naar de dokter. We brengen hem naar de dokter, alleen de kosten zijn wel voor uzelf.